Hallo, wat leuk dat je kijkt naar een lang verwachte video, namelijk met mijn superkapster Charlotte. Hallo. Over hoe je deze messy beachy waves maakt en hoe je nou volume krijgt met eigenlijk veel minder tools en middelen dan je zou denken. Ja, ik ben dus Charlotte Charpentier. Ik heb mijn eigen salon genaamd Vanity in Amsterdam in de Pijp. Ik doe Yara's haar nu al, wat zal het zijn, 5-6 jaar? Ja, zoiets. Vanaf toen het goed zat. Ja, toen zijn we begonnen met het mooie Scandinavische blond. Ik krijg ook heel veel mensen nu met foto's van jou op mijn telefoon. Ja? Dit is het. Leuk. Ja, we hebben dat altijd op de kleur inderdaad. En ik heb dat dus heel vaak met hoe je nou die slag erin krijgt. Dus ik dacht, de meester laat het vandaag zien, maar dan met hele praktische tips, zodat je dit thuis ook echt zelf kan. I promise, gewoon 10 keer proberen en dan kan jij dit ook. Ja, en gewoon niet al te moeilijk doen. Het is eigenlijk heel makkelijk. Niet te perfect willen werken, want het is juist een mooie, nonchalante, messy look. Dat is het echt, ja. Je moet gewoon het perfectionisme laten varen. Ja. Ook wel eens lekker. Echt, ja. Dat werkt het beste eigenlijk. Ja. Dus wil jij weten hoe je nou echt mega volume in je haar krijgt dat de hele dag blijft zitten? Of hoe je deze messy beachy waves maakt? Dan is deze video voor jou. Als eerste gaan we je laten zien hoe je meer volume in je haar krijgt. Dat is een vraag die ik heel vaak krijg en daar heb je eigenlijk niet veel voor nodig. Maar het is vooral de bedoeling dat je je haar met een beetje warmte en vorm net wat meer veerkracht geeft. Dus wat ik altijd doe en van Charlotte heb geleerd is om met een krultang of een steltang even heel snel door mijn haar te gaan en er een soort golfbewegingen in te maken. Je haalt eigenlijk gewoon de tang heel even door je haar. En dat hoeft maar een paar seconden te duren. De uiteindes haal je altijd recht, want dan blijft het iets moderner. Als het ware golf je je haar heel even door een krultang of steltang heen. En dat zorgt ervoor dat alle plukjes op zich beweging krijgen. En dat geeft zometeen het volume. Omdat elk stukje van je haar een eigen wil heeft en een eigen beweging in zich heeft. Ik vind het altijd fijn om het haar dat ik niet aan het krullen ben even naar achter te zetten met een klem of gewoon met een scrunchie of zo. Dan heb je iets meer overzicht. Charlotte doet dit natuurlijk nu heel nauwkeurig met ook kleinere plukjes. Maar ik pak eigenlijk meestal voor de onderste helft van mijn haar 8 plukjes en voor de bovenste ook. En ik doe het eigenlijk heel slordig en dat mag ook wel bij dit. Naast beweging in je haar creëren door dus met de steltang of krultang wat golven te maken, is structuur heel belangrijk. Ik denk dat we allemaal wel dat gevoel kennen van haren die je net gewassen hebt en die zo glad als een spiegel zijn en naar beneden hangen, waar je helemaal sad van wordt. En dat ga je dus tegen met een poedertje. Ik en Charlotte zijn allebei al jaren fan van de Balmain Texturizing Spray. Het is best wel een uitgave, dus zoek ook zeker even naar textuursprays in het goedkopere segment. Maar dit is wel echt de allerbeste. En het geeft heel luchtig volume. Dus elke keer dat je met je handen door je haar gaat vanaf nu, gaat je haar weer een beetje omhoog. Dat is natuurlijk lekker. Daarna ga je eigenlijk gewoon even spelen met hoe je wil dat het valt. Je kan je haar een beetje naar de zijkant borstelen voor een mooie swoosh. Of wat ik zelf eigenlijk altijd doe, is eerst volume even goed in place brengen. En dan gooi ik mijn haar naar één kant. De tweede look die we je willen laten zien is hoe je nou bij een korte kapsel zo'n leuke krul krijgt. En dit gaat trouwens ook op voor langer haar, want zo krulde ik het altijd al. Stap 1 daarvan is natuurlijk even je haar beschermen. Dat hebben we hiervoor ook gedaan. Met een heat protectant spray. Dit is echt wel een belangrijke stap, omdat je haar gewoon niet bestemd is tegen zoveel hitte en het dan heel snel afbreekt en dat wil je echt niet. Het is in ieder geval belangrijk dat je het heel even op laat drogen voordat je er met de tang op gaat. Je kunt het ook heel even droog feunen. Dan wil ik je nu laten zien hoe ik altijd mijn haren krul. En dit heb ik allemaal van Charlotte geleerd en een heel groot deel daarvan is ook gewoon common sense. Het is echt niet zo moeilijk als het lijkt. Het is voor je eigen overzicht handig om het haar dat je niet aan het krullen bent even naar achter te zetten. Ofwel met een clip of met een elastiek. Het maakt allemaal niet zoveel uit. En dan kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld eerst de voorkant en dan de achterkant van je haar te krullen. Of eerst de onderkant en dan de bovenkant. Net wat jij een logisch ritme vindt. Wij beginnen nu aan de voorkant van mijn gezicht. En we gebruiken een krultang die ongeveer de dikte heeft van een 2 euro munt. En die een beetje recht afloopt aan de zijkanten, zodat je een iets meer speelse krul krijgt. Maar je kunt zelfs met een steltang dit effect krijgen.
Zoals je ziet pakt Charlotte steeds plukjes van ongeveer 2 centimeter breed en lang. Voor dit speelse effect, wat ik altijd leuk vind, krult ze de ene krul naar binnen en de andere naar buiten. Wat ik ongeveer aanhoud is dat ik 2/3 van mijn gezicht afkrul en 1/3 naar mijn gezicht toe, zoals je hier ziet. Als je nou net als ik een bobkapsel hebt, dan heb je altijd van die korte plukjes aan de onderkant. We hebben ze zelfs iets korter geknipt, omdat het haar dan nog mooier valt. Nou, en deze zijn zo kort dat je er eigenlijk geen tang in kunt zetten. Dus die laat ik gewoon stijl, want de rest valt er toch omheen. Je ziet trouwens dat wij de klem van de krultang niet gebruiken. Dit geeft namelijk meestal een soort knik in de krul. Als je dat nou fijn vindt omdat het nog een stuk makkelijker is, dan kun je natuurlijk dat wel gebruiken. Maar dit laat ook meteen zien hoe je dus zo'n krultang zou gebruiken die niet zo'n klep heeft. Ik zorg er altijd voor dat de puntjes stijl blijven, want dat geeft gewoon een veel moderner effect. Anders krijg je echt zo'n poppenkrul. Dus je kunt ook de uiteinden van je pluk gewoon even vasthouden, zodat die zeker niet in de tang belandt. En in plaats van hem heel lang op één plek te houden, is het fijn om een beetje met de tang heen en weer te rollen, zodat je de warmte een beetje over de pluk verspreidt. We gaan nu weer tussen de verschillende lagen even een beetje texturizing spray gebruiken. Maar dit geeft net een beetje dat laatste volume. En dan ga je er zo meteen lekker doorheen met je handen. Omdat ik heel erg hou van nonchalant haar en een beetje messy krul, mag je er echt flink doorheen gaan met je handen. Dat is ook de reden waarom het niet zo uitmaakt als je het minder netjes doet dan wij nu doen. Want het gaat er echt om dat er vooral beweging en verschillende soorten krullen in je haar zitten. Charlotte maakt nu de puntjes nog een beetje extra stijl met een stijltang. Wij vinden dat allebei heel erg leuk. Dan wordt het zo lekker choppy en recht. Maar dat is natuurlijk een detail waar je net zin in moet hebben. Maar het maakt zeker wel de look af. Met een klein beetje styling paste, dat is iets wat een beetje als wax voelt, dus dat heb je misschien wel in huis, raak ik dan even de puntjes aan, zodat die een beetje bij elkaar blijven en niet te statisch en zacht worden. Hierdoor wordt het nog iets meer dat hele choppy rechte effect. Ik hoop dat jullie hier heel veel aan hebben gehad en dat je veel hebt geleerd om deze signature look van Yara zelf te kunnen doen thuis. Als je vragen hebt, stel ze hieronder. Ik lees ze mee en ik zal zorgen dat je antwoord krijgt. Oeh, vind ik leuk. Ga ik ook wat vragen stellen. En als je het leuk vindt, vergeet dan niet even te abonneren op mijn kanaal. En denk je nou, dit moet ik ook in mijn leven? Check dan zeker Vanity, de salon van Charlotte, waar zij of al haar topmensen uit haar team je zeker kunnen helpen. Tot in de volgende video. Doei!